We zijn hier op de Oude Maasstraat in de Gorze en we praten met Annelies Kars, want er staat iets moois te gebeuren. Ja, zeker. We gaan ons 20-jarig jubileum vieren op 17 september met een heel groot festival. Er komen allemaal prachtige gasten. Ja, we hebben Imka Marine, we hebben Ria Valk, we hebben Vincent, we hebben Marianne Weber natuurlijk, dat is heel belangrijk. Ad van Opstel, Javier Escalera, Marcia. En de Rolantino's natuurlijk. Ja, maar dat zijn de belangrijkste. Die bewaar je eigenlijk altijd voor het laatste. Zij zijn die avond, zijn zij de sterren. Het hele programma is de muziek allemaal door mijzelf geschreven. Dus we spelen die avond alleen maar eigen werk. En de artiesten hebben daar op 4 van die liedjes, hebben zij, of melodieën, hebben zij een tekst moeten schrijven. En dat is 3 artiesten gelukt, eentje niet. En die heeft mijn dochter geschreven, Leven de Vrijwilligers. Dus heel toepasselijk. En voor de mensen die het niet weten, kan Maas niet voorstellen, maar leg het toch nog een keer uit. Wat zijn de Rolantino's? De Rolantino's is een muziekgroep voor mensen met een beperking. En de meeste van hun kunnen nog lezen, nog schrijven. Dus ze hebben ook ondersteuning nodig. Bij deze een oproep voor vrijwilligers, want we zitten heel erg omhoog. En dat is elke zaterdagochtend. Dan repeteren we van 10:30 tot 12:00 in de Lange Nieuwstraat. En met het aanwijzen van de kleuren, dan wordt dat wat gemakkelijker voor ze. Want die oog-handcoördinatie is natuurlijk niet zo best. En doordat het aangewezen wordt, die kleuren, kunnen zij de muziek volgen. En dat, wie doet dat dan, die kleuren maken? Nou, dat doe ik natuurlijk allemaal. Ik schrijf de melodie en dan maak ik een arrangement. Dat verdeel ik in partijen. We hebben 3-stemmige muziek. En ja, dat wordt dan aangepast op het kunnen van de desbetreffende personen. Dus iedereen heeft daarin zijn eigen deel en het klinkt voor iedereen leuk. En iedereen werkt dan ook naar kunnen. En hoe lang doe je dat al? Al 20 jaar. Dus dat is eigenlijk al heel lang. Eigenlijk al net zo lang als dat de Rolantino's zeg maar bestaan, doe ik dit werk. Nou jongens, ik zou zeggen, kom allemaal naar het festival. We hebben nog een paar zaalplaatsen, maar het balkon willen we ook graag vol hebben met zo'n jubileumconcert. En de kaarten kosten maar €7,50. Zijn verkrijgbaar via het Theater aan de Schie. En die 12 zaalplaatsen, ja, die zijn nog bij mij. Dus die wie nog heel snel is, die kan nog 12 zaalplaatsen kopen.